Restaurant Krijns is eigenlijk ontstaan door een droom die ik altijd heb gehad voor het vak. En door de jaren van ervaring, doordat ik op mijn eigen manier een draai kon geven aan de passie, de gastvrijheid, zoals ik denk dat die in een restaurant als deze aanwezig dient te zijn. Je kunt het concept van restaurant Krijns zou je het beste kunnen omschrijven als dat je in een huiselijke sfeer echt de gastvrijheid proeft. We zijn authentiek, hè, dus we proberen echt oprecht naar onze gast ook te zijn. Ambachtelijk bereide producten waar je de passie van het bord afspringt of de passie van de gasten, van onze gastheren, gastvrouwen, die komen echt naar je toe. En ja, dat met herkenbare smaken, juiste kwaliteit, kwantiteit op bord. Zodat ja, een totale avond voor een gast echt een beleving is. Bij Krijns moet een gast echt een hele fijne avond hebben gehad. Ze moeten vanaf het binnenkomst tot het moment dat ze weggaan, moeten ze totaal het gevoel van welkom hebben gehad. Zich thuis voelen op hun gemak. En ja, ook de herkenbaarheid op het bord. Dat we gaan niet producten lopen verbloemen naar... het is ook echt herkenbaar wat je aan het eten bent. Zowel qua smaak als qua presentatie. Het menu is met name klassiek. Hè. We koken ook echt wel klassiek. Dat is mijn basis ook geweest, zoals ik mijn opleiding in België heb gevolgd. We proberen er een wereldse draai aan te geven. Dus we proberen te kijken van wat past nou tegenwoordig bij deze tijd. En de moderne technieken proberen we ook zo toe te passen. Dat we wel die spijlers zoals we ze in gedachten hebben qua herkenbaarheid en smaak. Dat we dat niet voorbij gaan. Maar wel dat de authenticiteit van producten en gerechten wel in stand blijft. Gasten kunnen enerzijds in ons restaurant ook kiezen voor à la carte. Hè. Dus een combinatie van gerechten die eigenlijk al vanaf dag 1 op de kaart staan. En waar we op ons donder krijgen van onze gasten als we ze een keer van de kaart afhalen. Of gasten kunnen juist door ons meer op reis genomen worden. En dat we ze met een 4, 5 of 6 gangen menu een avond echt kunnen verrassen. En dat ze ook bereidingen te zien krijgen die ze misschien normaal niet van de kaart zouden hebben gekozen. Restaurant Krijns staat wel echt bekend om zijn kaas. En... iedere gast die bij mij in het restaurant komt eten, die wordt of door mij of door mijn sous-chef van tafel uitgenodigd. En dan gaan we gezellig de kazen uitzoeken. Dus we hebben een assortiment van tegen de 100 Nederlandse kazen. Ja, iedere smaak van elke gast is weer anders. En zodoende neem ik de gasten mee in mijn passie van kaas. En gaan we voor iedere gast een eigen bordje creëren. Ja, het gerechtje wat ik ga maken is een gerechtje wat eigenlijk door het jaar door terugkomt in onze keuken. Alleen elke keer met andere garnituren uit het seizoen. Gemarineerde coquilles gaan we maken. Die gaan we gratineren met een limoensabayon. Het taartje bouwen wij op met de componenten van de romige asperge en de tuinboontjes. Daarop komt gemarineerde plakjes coquilles. En die gaan we met een sabayon afdekken en die wordt heel mooi gegratineerd onder een salamander. Zodat je een beetje dat roostersmaak krijgt en dat die wat steviger wordt. Een crème van zoete aardappel, een kreeftenvinaigrette en een klein beetje kreeftenschuim.